Dit jaar zijn we benoemd tot de gelukkigste gemeente van Nederland. Ik weet zeker dat het ook komt omdat we heel veel aan sport doen in onze gemeente. Daarom starten we de bouw van de topsporthal. Ik ga ervan uit dat jullie er allemaal heel veel gebruik van gaan maken. Mij zul je er in ieder geval in de toekomst heel vaak zien volleyballen. Vandaag wordt de eerste steen gelegd voor de nieuwe sporthal op de kenniscampus. Maar ook voor alle opleidingen waar sport een belangrijk onderdeel vormt van ROC A12 krijgen vandaag een hernieuwd fundament. Alle opleidingen krijgen de beschikking over de prachtige nieuwe faciliteiten die deze sporthal gaat bieden. Natuurlijk zijn voorzieningen alleen niet zaligmakend, maar ze zijn wel nodig om het beste uit studenten te kunnen halen en hun prestaties tot topniveau te drijven. Deze sporthal gaat die belofte invullen. Sportservice Ede kan niet wachten tot de deuren van de topsporthal opengaan. We gaan de hal verhuren aan scholen en verenigingen, zodat het gaat bruisen van de sportieve activiteiten. Sport en bewegen moet voor iedereen in Ede bereikbaar zijn. Op die manier dragen we bij aan een gezonde leefstijl. En die gezondheid die proef je in het geweldige restaurant van de topsporthal. Zo, nu gaan we eerst aan de slag met de bouw, zodat jullie er in 2018 in kunnen.